around her on a bus stop sign. Nou jongens, ik heb echt heel lekker gekookt. Dus... Ben je ding... Welcome back in de Sarah Food vlog. Ben je dingen aan het leren? Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb vanochtend even lekker een ijsbad gepakt. Ik heb niet echt een harde workout gedaan, maar ik heb meer gefietst, lopen, stretched naar de high rocks. Want ja, mijn lichaam moet echt nog even rusten en recovery krijgen. Ik ben nu aan het werk, het is 2 uur. Ik heb lekker lunch gemaakt. 2 witte bollen met kipfilet en scrambled egg. Dit is echt een van mijn favoriete lunch dingetjes. Ik vind het zo lekker. Zo lekker. Een bolletje, ei. Lekker fluffy ei. Ik vind het geweldig. Ik ga vandaag de hele dag thuis werken. Ik moet echt super veel dingen fixen. Ik blijf gewoon de hele dag thuis. Ik ga eigenlijk niet veel doen. Het is wel bijzonder allemaal. En de Highbox was echt een geweldige ervaring. Als je de hele Highbox wil zien, moet je even de vorige weekvlog kijken. Heb ik alles gefilmd. Morgen gaan we lekker hardlopen. Ook een tijd geleden. Maar ik ben wel echt moe. Ik merk dat ik echt moe ben. Van het weekend waren veel prikkels, veel indrukken. Dus ik ga lekker chill, relax. En lekker thuiswerken gewoon. Oké, ik heb de hele dag gewerkt. Ik ga nu boodschappen halen voor het avondeten. En ja, helemaal top. Nou jongens, ik heb echt heel lekker gekookt. Een soort creamy noodles en gyoza's. Oh, comfort food for life. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Nou, goedemorgen. Het is middag. Het is dinsdag en ik heb vanochtend elke keer een long run gedaan. Even wat pakken uit de koelkast, want we gaan lekker lunch maken. Mijn favoriete lunch op deze aardbol. Ik ga lekker een broodje met avocado, een eitje en bosui. Het is echt... Oprecht mijn favoriete lunch ooit, denk ik. Dat gaan we even in de toaster. Mijn oven zit dus een toasterstand. Heel chill. Dus ik kan hier zeggen toast. En dan 2 slices. En dan shade 7 het hoogst. En dan gaat hij dus toasten in je oven. Maar vanochtend heb ik dus een 12 kilometer long run gedaan in zone 2. Dus zone 2 is, ja, je hebt zone 1 tot en met 5. En zone 2 is dus gewoon heel rustig tempo. Wat je uiteindelijk weer helpt om harder te kunnen rennen. Een langer uithoudingsvermogen houden, krijg je erdoor. En het is goed voor je vetverbranding. Dus dat is ook super chill. Lekker eetrijpe avocado. En dit was echt een soort mini. Dus ik dacht echt perfect voor een 1-persoons lunch. Dan gaan we dat even klein maken. Ga ik daarbij. Kijk, dit is echt hele slechte kwaliteit. Van bol.com. En je ziet al die krassen er al in zijn. Ik heb deze plank echt net. Dat ziet er nu niet meer uit. Lekker bosuitje erbij. Een bosui. Zo lekker. Gewoon die combinatie van toast met avocado en ei. En bosui en chiliolie trouwens. Nou, geef het mij elke dag. 2 eitjes erbij. Die gaan we bakken in de pan. Lekker dat het een zacht eigeel houdt. Dus de pan heel zachtjes zetten. Ik gebruik dus eigenlijk altijd avocado olie. Omdat eigenlijk de olijfolie uit de supermarkt heel slechte, noem dat kwaliteit is. Dus ja. Oh, hij is best wel hard. Ik dacht dat hij echt heel zacht was. Oh nee, nou, hij is niet heel hard. Hij heeft wat hardere stukken erin. Maar ik ga even lekker een mesh avocado maken. Met zout en citroensap. Dan vind ik hem echt heel lekker. Die bovenkant is een beetje hard. Die ga ik die er niet in doen. Eitje in de pan. Doe ik er een deksel op. Oh my god, jongens, hier mag je me echt voor wakker maken gewoon. Broodje, avocado, ei, chiliolie. Ach, ja, dit is niet normaal. Oké, even een kleine taste test. Cheers. Ik weet gewoon niet waarom, maar ik vind het zo lekker. Dit is eigenlijk ook een super goed gebalanceerde lunch. Want ik heb een volkoren boterham, dus veel vezels. Avocado, vetten, ei, eiwitten. En dan chili, maar dat is gewoon een maakmaker. En het is in 1 lunch eiwitten, vezels en vetten. Nou, hoeveel beter wil je het nog krijgen? Zo goed. Ik ga het lekker opsmikken dan. Hallo allemaal. Is 1:15 of 1:15. En ik ga nu naar een hele leuke afspraak. Die heb ik echt al een hele tijd staan. Ik ga namelijk een Japanse headspa doen. En ik zal even hier de Instagram zetten waar ik het ga doen. Het zit in Ter Aar. En dit is waar ik vroeger bij mijn ouders altijd woonde. Dus ik vind het heel leuk om even terug te gaan. Dan ga ik ook even langs staan. En dan ga ik daar gewoon lekker eten. Dus voor al mijn volgers uit de buurt, uit de hoed.
You know, check it out. In ieder geval, ik ga natuurlijk vloggen en laten zien. Maar ik heb er zoveel zin in. Oh my god. Goedemorgen allemaal. Het is woensdagochtend, 7:15. Ik ben echt zo moe en verkouden. En mijn mannen zijn helemaal opgezwollen. En ik voel me echt niet ziek, maar gewoon verkouden. En dan heel kut. Maar we hebben dus nu personal training. Daar gaan we wel gewoon heen. Ik ben echt kapot. Echt kapot. En ik heb nog een lange dag voor de boeg. Dus met een evenement en vanavond weer een diner. Wel echt een heel leuk diner. Van Eborian. Maar wauw. Ik heb echt die tijden even niet zo slecht gevoeld. En it is the winter. I know it is. Nou, ik heb personal training gehad. Ging goed. Ik heb me nu omgekleed en opgemaakt. Want we gaan naar een event van Dr. Jart, Clinique en Origins, volgens mij. En het wordt een soort Skin Academy. Dus ik ga even leren over skincare. En ja, helemaal gezellig. Ja. Ik ga dit even in de koelkast leggen. En ga ik vandoor. En ik kwam net een heel leuk naked pakket binnen. Dus die ga ik daarna even aan jullie laten zien. Want ik heb echt allemaal leuke items. We zijn bij de Skin Academy. We zijn echt dingen aan het leren. Toch? Welkom back in de Sarah Food vlog. Ben je dingen aan het leren? Nou, we zijn net, we hebben net dit gebruikt. De Clinique Clarifying Lotion. En dan maak je dus je hand schoon. En hadden we een pakje before. En after. En after. Nou, je ziet echt wel. Duidelijk. Maar is het before. Ja, dat is vies. Vies. Ja, en dit is mijn vinger. Dit is niet ja, oh. Ja, dat had ik ook net. Ja, maar... ja, ik heb ze al verfrommeld. Oh, ja. Het ging even... het ging even helemaal fout. Maar, ik vind het leuk. Nou, ik ben terug van het event. Het was echt super leuk en leerzaam. Ik ben nu dus thuis. Ik heb even lunch gemaakt. Weer mijn favoriete broodje, want ik had nog een avocado liggen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon nog een keer maken. Ik had er gewoon echt heel zin in. Ja, en ik moet even wat werk doen. En vanavond heb ik weer een heel leuk event. Helemaal een dag van de events. Maar helemaal gezellig. Nou jongens, ik heb net even een uurtje plat gelegen, want ik ben zo verkouden. TMI. En ik ben gewoon zo moe dat ik gewoon even een half uurtje moest slapen. Ik ga zo meteen jullie alle items van Naked laten zien. Want die zijn echt... daar ben ik weer even heel blij van. Die zijn echt heel leuk. Ik ben nu heel even wat aan het editen. Ik ben echt tot de conclusie gekomen dat ik het zo lekker vind om thuis te zijn. Ik vind het zo lekker. Ik vind het gewoon zo lekker om thuis te zijn. Ik hou van thuis zijn. Ik hou van thuis eten. Ik hou van thuis slapen. Ik hou van thuis werken. Ik hou van thuis zijn. Ik hou van mijn huis. En ik hou... ik ben echt de grootste huismus die er is. Ik ga helemaal stuk van mezelf. Who can relate with me? Het liefst ga ik gewoon de deur niet uit. Ik vind het zo lekker in mijn huis. Laat mij lekker met rust. Oké, guys, de Naked Shop blog. Ik heb altijd een betaald samenwerking met Naked. En ik ben denk ik al 4 jaar partner met hun. En ik ben daar heel blij mee. Want heel veel kleding van Naked draag ik van 4 jaar geleden tot de dag van vandaag. Omdat de kwaliteit gewoon echt top is. Ik weet ook gewoon meteen hoe ik moet shoppen op Naked. Omdat ik gewoon heel die site door heb. Ik heb natuurlijk mijn vaste kortingscode Sarah V voor 20% korting. Alle linkjes staan in de beschrijving. En ik ga je even laten zien, even wat inspo geven voor wat leuke winter-herfstoutjes. Nou, we beginnen met dit. Dit is echt geweldig. Al mag ik het zelf zeggen. Het gaat voornamelijk om de broek. Hoe leuk is deze broek? Ik heb deze in maat 34. En dan heeft ze dus van achter nog zo'n zak. En hij is dus een beetje low waist. En deze zit best wel niet strak, maar best wel strak hier om mijn billen. Maar dat heb ik altijd. Maar ik dacht, als hij low waist wordt en dan een maat groter, dat is niks. En dan natuurlijk deze super leuke top. Ik vind het echt een... het is niet echt een setje, maar ik heb er gewoon zelf een setje van gemaakt. Het staat gewoon heel chic, super leuk voor een... nou, vandaag had ik dit bijvoorbeeld aan naar het event. Maar ook gewoon leuk een business outfit. Business corporate girly. En om het wat schattiger te maken heb ik dit superleuke vestje. Ik heb deze in maat S. En ik ben inderdaad helemaal weg van vestjes. Hoeft niet per se met deze
top hoor. Maar een vestje maakt alles gewoon cute en leuk. Dus hoe leuk is gewoon zo'n simpel vestje dat deze in meerdere kleurtjes. En ik vind het dan heel leuk om het zo te dragen. Maar het is gewoon net wel even wat warmer. Kun je nog een leuke top aan. Maar wel gewoon even net wat warmer zo. Ja, ik vind het echt heel leuk. Niet per se met deze top hoor. Maar gewoon dan heb ik deze super leuke top. Trui. Ik heb deze in maat XS. Zodat hij mooi aangesloten zit. Ik hou niet als dingen zo verfrompeld zitten. Dan... Nee, ik wil het gewoon dat het mooi aangesloten is. En ik vind deze ook heel leuk op deze broek. Ook gewoon lekker voor de herfst. Gewoon lekker lange mouwen. Ja, dit soort topjes en truitjes. Daar kan ik er echt 100 van hebben. En dat heb ik liefst elke dag aan. Ik hou ervan om er comfortabel leuk uit te zien. Dus hoe leuk zie je er nu uit? Maar we hebben het wel lekker comfy. Nou, it's a win-win, girls. En dan heb ik nog deze super leuke lange mouwen polo. Ja, eigenlijk hetzelfde idee. Maar dan ja, net eigenlijk iets leuker. Ook in maat XS. Ja, zit perfect. Heel blij mee. Lekker warm. Fijn stofje. Leuke details. Ja, dit vind ik echt. I love this. Ik zoek een zin in mijn. Oh ja, it's my new personality. It's my new personality. Ik ben een beetje brain dead, I guess. Oh my god. Dit maakt mijn dag weer helemaal goed. Ik heb voor het eerst een broek gevonden bij Naked. Die mij een spijkerbroek. Ho, een spijkerbroek die mij goed zit. En het komt denk ik ook omdat ik nu gewoon wat ben afgevallen. Want eerst pas ik nooit de broekmaat 36. Maar deze zit gewoon perfect. Hij zit gewoon echt perfect, zeg maar. Hij zit gewoon aangesloten. Dus niet dat hij hier heel erg open staat of zo. Hij is nog een beetje mid-waist. Dit is gewoon alles wat ik wil. En ik vind de kleur ook echt heel erg leuk. Ja, hier ben ik echt mega blij mee. En dan deze superleuke tanktop. Ik heb deze in het zwart, in het wit, in het grijs, in het donkergrijs en in het donkerblauw. Want dit soort topjes kan je echt met alles leuk combineren. Hier bijvoorbeeld dit cute vestje er weer op. En je hebt echt een geweldige outfit. Cute. Yay! En dan heb ik een hele basic sweater. Ik ben echt verkouden, zoals je wil. Zoals je weet. Zoals je snapt. Wil je gewoon lekker sweaters aan. En deze is zo zacht van binnen. Deze is echt normaal zacht. Lekker een trui. Officieel een sweater. Zo, dus in maat S. Ja, ik vind dit gewoon heerlijk. Ik wil gewoon lekker zo'n trui aan. En gewoon lekker mijn leven leven. Met rust gelaten worden. En lekker dit ding aan. En zo lekker zacht en lekker warm. Ook nog eens leuk. In maat S. Deze top heb ik trouwens in maat XS. En die broek is in 36. Mega meiden. Oh, en don't forget. Ik heb ook nog deze superleuke riem. Ik heb namelijk geen riemen. Dus dit ja, was gewoon een hele chille basic riem. Ik weet niet of je hem ziet. Maar ook altijd leuk bij pantalons. Maar die hebben we dus ook. En ik zou mezelf niet zijn als ik niet nog een pantalon zou bestellen. Hoe leuk is deze? Deze heeft van die knoopjes hier. Deze heb ik dan weer maat 36. Want deze is dan, ja, ik weet niet. Ik kijk gewoon heel goed naar de modellen. En hoe dat dan bij hen stond. En het model had ook 36 aan. En die past echt gewoon goed. Dus ik dacht, nou, moet bij mij ook passen. Kijk. Perfecte lengte ook. En dan is het ook top. Ik heb nu een beetje meer, ik had casual outfits. Corporate girly outfits. Maar ik heb nu ook party girl. Deze top. Deze is in maat XS. Heel leuk. Een beetje wijde mouw. En dan dus op een pantalon. Nou, echt mega. Ik vind deze pantalon ook echt heel leuk. Hij is wel een beetje aan de ruime kant. Maar heel leuk. Dan heb ik deze mega mooie off-the-shoulder top. Ja, dit is toch echt geweldig. Helemaal van kant. Super leuk voor een feestje, een diner. Heel leuk ook voor de feestdagen. Ja, ik vind dit echt geweldig. Ik heb deze in maat S. En I like it. I love it, love it, love. And then, last but not least. Deze super leuk off-the-shoulder trui. Deze is niet alleen leuk, maar ook nog eens warm. Want hij is echt lang. Dus hij kan echt diep je broek in. Waardoor je niet een koude rug of buik krijgt. En dan zo leuk dit. Maar dit is echt heel warm. Niet echt het gevoel van, oh, ik loop in mijn blote schouders of zo. Heerlijk lekker stofje. Ik vind hem ook heel leuk zijn op deze broek. Ik vind dit echt helemaal geweldig. Nou, dit waren eigenlijk alle items. Vond je het nou leuk? Heb je geïnspireerd? Ze hebben echt nog super veel andere leuke dingen. Dus check it out. Check de linkjes. Gebruik Sarah V voor 20% korting. En veel plezier. Zometeen komt Coco gezellig. En gaan we lekker klaarmaken. Want vanavond hebben we dus het Eborian event. Echt heel veel zin in. Dus we gaan ons helemaal flieken en glammen. Daar heb ik heel veel zin in. En ja. Nou, de meiden zijn helemaal geglamd. En ready to go. Yay. Ook echt in de deur filmen. Ja, heel handig. Ze zijn wel echt het moment om onszelf te filmen. De hele tijd zit ik op de bal. Oh ja, het is echt niet koud. Nee, ja, schat. Ik zei het daar. Het is 20. Oh, daar. Nou, ik, ja. Maar ik ben vandaag ook gewoon buiten geweest. Dus ik weet niet wat er mis is met mij. Heel veel.
zat. Er is zat mee. Ja. Maar we hebben dus een dinner. En ja. een soort gala. Ja, een soort gala. Ik heb ook tegen iedereen gezegd, ik heb een gala. Ja. Hé, hey, mijn autootje. Hé, hey, schat. Hallo. Lekker voor de deur. Wij gaan erheen. Joe. Ja, jongens, het is echt niet normaal mooi hier. Holy shit. Ik ga even nog, laat even fitcheck zien. Fitcheck. Ja, sowieso alcoholvrij. Ja, je ziet niet dat ze rood zijn, maar. Nee, maar deze zijn alles rood. Is rood. Van de Zara. Jurk is van 10 jaar. Nou, en de doe maar. Van. Really fine. Nou. En deze ook. Ja. Prachtig. En laat eens de achterkant zien. Ja, heel mooi. Wauw. Niet normaal. Okay, wat heb jij aan? Nou, ik heb mijn laarzen. Zijn van de Neken. Oh, wacht. Ja, ja. Van Neken. Leuk. Jurkje is van Motorbox. Nog nooit aangehad. Oh, heel mooi. En Mokan. Ja, ik heb hem ook. Oh, vet. En jasjes van mijn opa. Oh, leuk. Oh, wacht. Jij bent de hele tijd niet scherp. Kijk, nou. Wauw. En haar opa. Tasje is van mezelf. Vintage, jongens. Alles. Nou, dat was snel. Wauw. Woe. Ja, alles. Alles. Redefined. Look at you. Dus wij hebben er helemaal zin in. Dit is echt, dit licht is echt not giving. Nee, het is not giving licht, maar het licht. We doen het ermee. Maar laat even de tafel zien. Ja, het is echt heel mooi. Oh. Kijk nou, echt ongekend. Staat er een menu? Ik wil een menu weten. Ik weet het. Echt? Ja. Oh. Ik heb Oh. Niet normaal. Ja, dus het is Korean inspired. Ja? Kimchi caprese salade. Tort makreel met gochugaru. Oh. Pavet of cauliflower. Matcha tiramisu. Ja. Kijk hoe dit eruit ziet op beeld. Ja, die is echt een dode pit. Ja. Ik ga stuk. Het ziet er echt niet uit. Nou ja. We're not gonna take pictures over here. So thank you everyone for coming. You all look super beautiful tonight. Oh, ik had lekker een stukje bavet. Yum. Kijk, even goed licht erop. Kijk. Oh. Yum. Nou, jongens, eet smakelijk. Eet smakelijk. Goedemorgen allemaal, het is donderdag. Ik heb net lekker gesport, upper body. En ik ben zo stront verkouden. Ik word er echt niet goed van. Ja, ik ben nu de foto's aan het selecteren van de shoot. Echt heel leuk. We gaan nu even boodschappen doen, want we gaan even lunchen. Tot 11:30. Ik ga echt stuk op mezelf. Dit is de derde dag op een rij dat ik dit voor lunch eet. En I'm not mad about it. Het is gewoon zo lekker. Ik kan dit echt elke dag eten. Oké, ik ga deze proberen. Jam. Ja, goeie. Ja? Voor de mensen die dicht bij mij staan weten dat ik echt ontzettend blind ben. En ik had eerst altijd dus een bril, maar ja, ik deed die gewoon nooit op. Ik deed die gewoon alleen op met autorijden soms en achter de computer of zo. Maar ik vind het gewoon niet chill om altijd een bril op te hebben. En ik ben nu langer dan anderhalve maand aan het uiterste lens van Grand Optical. En ik heb dus nu het halfjaarpakket. Twee mega grote lenzenvloeistof en dus lenzen. Ja, ik ben echt super fijn geholpen. Ik heb heel erg gekeken naar waar ik behoefte aan had. En natuurlijk lenzen. Ik heb meerdere lenzen uitgetest en uiteindelijk zijn deze dus geworden. Ja, het is gewoon letterlijk alsof ik kan zien. Zeg maar, ik wist niet dat je zo goed kon zien. Het is zo raar, want natuurlijk met je bril, maar het is gewoon, het voelt gewoon of je echt van jezelf zo ziet. En ik heb dus maanlenzen. Ik vind het echt zelf heel erg fijn. Zit lekker. Ik heb er echt totaal geen last van. En ik ben gewoon blij dat ik niet meer zo blind ben. En dat ik iedereen gewoon kan zien. En dat ik mensen niet negeer als ze naar me zwaaien. Dus ja, dat wil ik nog even zeggen. Print Optical is een hele fijne opticien. Vind ik zelf. Ze hebben ook echt super leuke monturen. Ik heb er ook een hele leuke zonnebril van op sterkte. Dat is ook heel fijn voor in de auto. Stel je zit een keer zonder lenzen, dan kan je wel gewoon nog iets van sterkte opzetten. Dat heb ik altijd in mijn auto liggen. En ze zitten door het hele land heen. Dus ja, en ze zijn ook wel gewoon echt fijn en goed te betalen. Ik heb zeg maar dit half jaar lenzenpakket zou dan €150 kosten. Dus dat vind ik ook echt heel erg te overzien. Want... Dus ja, dat wil ik nog even zeggen. En zometeen komt Anne. Dan gaan we dus onze wenkbrauwen laten doen. Daar heb ik echt heel veel zin in, want dat is ook weer heel erg nodig. Een brow lamination doen, want het is er echt helemaal uit. En ja, helemaal leuk. Nou jongens, ik heb weer mooi in mijn wenkjes laten doen. Ze zijn dus net geverfd, nu nog een beetje heftig. Maar ook lamination, arch brows is echt de best. We hebben nu de viral sushi.
worstjes sandwich gehaald. Nou, ik kan echt niet wachten. Dus we gaan dat nu lekker eten. We hebben ook lekker gyoza's erbij. We hebben nog een sushi rolletje erbij. En wat boontjes. Echt mega. Dus ja, ik ga natuurlijk even deze testen voor jullie. Want ja, niet normaal. Jongens, niet normaal. Deze craving heb ik echt al heel lang. Oh ja, we hebben ook een lekker sushi rolletje erbij. Okay. Heel excited. Stam ben je zo excited om? Ik ben echt excited. Dit is een dikke vette rol. Ja? Nou ja. Oh. We hebben hem eindelijk. Sorry, maar... Ah, ik ga helemaal omneuken. Ja? Oké, okay, ik ga beginnen. Zit het lekker van zout? Moet je het in de soja dopen? Nee, het is nog niet nodig. Here we go. Ik ga het even filmen. Ja, dit is fucking lekker. Het is gewoon alles wat je wil in een sushi rol, maar dan... Die geflambeerde zalm ook. Dat is mijn favoriet daar. Wel een beetje spicy tuna. Ja? Oh mijn god. Dit wil ik elke dag. Dat is een beetje overdreven. Daar heb ik wel net te duur. Ik wil sushi al elke dag. Ja. Is dat duur? Nou, eerst een broodje is 9,50. Oh. No. Even nu 9,50. Mm. Oh echt? Wow. Dat zeg je nu. Ja. Mm. Maar dit gaat bijna niet. Maar maakt het heel goed. Ik vraag net aan jou, hoe duur die? Die heeft van 9,50. Ja, dan zit hij in de maand te nemen. Grappig. Nou. Dat is echt heel lekker. Ja. Nou, bij mij gaat het echt heel goed. I am made for this. Made for this. Ja, maar jij bent het letterlijk voor gemaakt. Ja. Om mooi te eten. Mm. Ja, het is wel lekker. Is het spicy? Een beetje. Nee, het is spicy hoor. Jawel, echt wel. Je voelt het echt wel. Ik hoef wel deze spijs. Maar niet vervelend. Mm. Ja. Pak me lekker. Ik ga even een... Mega. Met heel veel op mes. 10 out of 10. Goeie, er was zo'n sushi rol bij. Ja, die hebben we erbij besteld. Ja, ja, rolling sushi, ze hebben ook roll sushi's. Lijkt een beetje op een frikandel. Ja, lijkt een beetje op een frikandel, weet je wel. Oh, nou, halen. Helemaal de hype waard. Waard. Nou jongens van de vlog, go get this. Die stond ook nog jongens van de vlog. Goedemorgen allemaal, het is vrijdagochtend alweer. Ik ga vandaag mijn moeder de hele dag helpen op een beurs Creative Life Utrecht. Ik ga er zo heen, dus ik ben nu even wat klaarmaken. Het is 7 uur of zo. Maar ik werd echt uit mezelf om 7 uur wakker. Zoveel chiller als dat je zeg maar om 7 uur weer wakker wordt. Dan voel je vaak wel echt vertiefd. En ik heb niet heel lang geslapen volgens mij. Nou, dat ik niet echt lekker in slaap. Echt pas om 12 uur. Nou, we zijn op de beurs. Ik ga jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Het ziet er echt heel leuk uit namelijk. Nou, kijk hoe mooi de stand eruit ziet. Mijn moeder maakt dus allemaal dingen van keramiek. Maar je kan ook een workshop volgen om dus leuke mokjes te maken. Zoals hier. Echt heel leuk. En een altaartje bijvoorbeeld. Je kan haar volgen op Instagram. Daar heet ze artmijn.soul. Ja, dan kan je dat in ieder geval doen. Ben je er ook op? Tuurlijk. Ja, maar nou, ik vind het leuk om samen. Ja, we zijn er toch ook samen. Maar ik zat even te laten zien hoe mooi je stand was geworden. Ja, vind je het mooi? Ja, heel mooi. Top. En, en welke workshops je geeft. En kijk, ik heb ook een itty mini plekje voor Redefined. Helemaal leuk. Ja, je bent ook helemaal in de picture. Nou, niet normaal. Nou, we gaan lekker knallen. Ja, ja, ik wil alle laatste dingetjes. We gaan vandaag... High five. We gaan vandaag de mokjes maken. Die had ik laten zien, ja. Die staan op tafel. Heel leuk. Gisteren was heel leuk. Toen was ik in een cafeetje in Amsterdam. En dat was gewoon een koffietentje. En daar kan je dus een workshop boeken dat je een kopje gaat schilderen in de koffietent. Oh, dat, nou, dat was leuk. Helemaal volgeboekt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat was heel leuk. Kan ik ook wel eens een keer zoiets doen. Want mokje is gewoon onwijs leuk. Heel en leuk. Vanmiddag hebben we nog de workshop altaar. Voor de altaar. Ja. Komen denk ik al bijna de eerste bezoekers. Ja. Dus we zijn helemaal paraat. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Ja, en ik vind het zo onwijs leuk om dit, ja echt, dat meen ik uit mijn hart. Wat vind ik dit leuk echt met mijn dochter te doen, want ze is altijd druk. Ja. En nu heeft ze een keer tijd voor mij. Ja, maar mij. Dit hebben we gepland. Dus leuk. Dat gaan we even rocken. Nou, let's go. We gaan het rocken, Saar. Nou guys, de dag zit erop. Het was echt een hele lange dag, maar wel een hele leuke dag. Ja, ik ben nu weer onderweg naar huis. File valt me echt mee. Echt eigenlijk gewoon geen file. Van Utrecht naar Amsterdam. Dacht, nou, zal wel helemaal vaststaan. Maar valt echt reuze mee. Ziet mij echt totaal niet. Maar maakt niet uit. Ik ga lekker koken voor Stan. Stan is er. Ik denk dat ik lekker nachos ga maken. Daar heb ik zoveel zin in. Lekker nachos. Ah, yummy. En lekker wordt gehakt. Of met pulled chicken of zo. Lijkt me ook heel lekker. Ga ik nog even over nadenken. Ja, ik ga
Lekker met pulled chicken, maar wel lekker mais, paprika. Ik weet alleen niet hoe je pulled chicken maakt. Misschien moet ik dat dan kopen. Maar volgens mij als je kip kookt en dan uitpluist, heb je toch pulled chicken? Of moet je het wel bakken? Ik weet het niet. We gaan het even opzoeken. Oh mijn god, jongens, kijk. Dit heb ik deze avond gedaan. Ik heb al mijn kruidenpotje, of al mijn kruiden in deze geweldige potjes gedaan. Ik vind het echt geweldig. What a vibe. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag. Ik ga nu een runclub doen. Heel leuk. En vanavond gaan we Thanksgiving vieren, dus cute. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Ja. Gisteren was Thanksgiving. Ik heb heel weinig gevlogd. Eigenlijk gewoon niet. Omdat ik zo druk in de keuken was met mijn schoonzus om alles te voor te bereiden. Ik baal echt dat ik niks heb gefilmd. Want het was echt heel lekker en heel leuk. En ja, het was echt heel gezellig. We hadden echt zo'n turkey gemaakt met mashed potato en gravy en vegetables. En het was een pumpkin pie gemaakt. Het was echt helemaal traditional Thanksgiving. Echt mega, mega leuk. Ik heb vandaag een tennis toernooi. Leuk. Oh, wat doet deze auto dan weer? Okay. Het lijkt altijd alsof ik niet, zeg maar, ik hou altijd mijn hand op het stuur en dan mijn camera vast. Dus ik heb twee handen aan het stuur, dat jullie dat weten in ieder geval. Nou, we hebben vandaag het tennis toernooi gehad. Dat was echt heel leuk. In het begin kon ik het echt niet. Ik schaamde me echt dood. Maar op een gegeven moment ging het wel en was ook wel leuk. Nou, het was echt heel gezellig. En daarna hadden we dus een barbecue. Ja, en toen zondagavond, ik ga zo lekker slapen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet natuurlijk een blauw duimpje omhoog te geven. Om mijn kanaal te abonneren en te volgen op Instagram, Snapchat en TikTok. Het is allemaal @saravoort. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei. Well, miss, I guess I'll be on my way now.